Statements zoals in het huis van Mirjam en René heb ik eigenlijk zelden of nog nooit zo gemaakt. Dus het was voor mij super lekker, gewoon kicken. Wat ik persoonlijk heel leuk aan dit huis vond, het is echt een klassieke beletage. Dus je gaat de trap op, je komt eigenlijk op, zeg maar, op een half hoog de woonkamer en de keuken en de eetkamer binnen. Dan ging je in het achterhuis via de oude ensuite deuren weer naar beneden. En in het souterrain had je dan de drie slaapkamers. Voor mij was het eigenlijk meteen al een uitgemaakte zaak dat er achter in het huis een zithoek moest komen en voor een eethoek. En waarom? Qua ruimte. Ik kon achter gewoon iets meer meubels kwijt. En dat wilde ik wel heel erg graag. Zo'n lichte eikenvloer vind ik altijd zo'n fijne basis. Het is heel neutraal, maar toch heel warm. Mirjam en René zijn dol op Italië, dus daarom heb ik gekozen voor een Toscaans landschap van de klassieke schilder Hendrik de Voogd. Maar dit schilderij, dat leende zich er zo goed voor. Gewoon een knop in zijn hand laten draaien. En Mirjam haar laptoptas hing daar gewoon heel parmantig te hangen. Kijk, de tafel wilde ik echt laten blenden met het interieur. Zwart, groen, donker. Wel een houten blad, maar met een donkere nerf. Dan vond ik het wel heel belangrijk om met de stoelen te vlammen. Dat die er heel optimistisch uitzien, dus in oranje, groen, hout. Om een volwaardige zithoek te maken, kon ik een 3,5 zitten tegen de muur zetten, naast de ensuite deuren. Maar om echt een hoek te maken, moest ik ook een bank dwars op de wand zetten. Nou, om dat geheel nou niet, zeg maar, te veel af te sluiten, heb ik die bank die ik dwars op de muur heb gezet, alleen maar een rechterarm en leuning gegeven, zodat het hele gebeuren een beetje open bleef richting de openslaande deuren naar het balkon. Ik vind het heel vaak prettig om een soort eenheid in een huis te creëren. Dus daarom had ik de hulptroepen ook geadviseerd. We schilderen de wanden beneden in exact dezelfde kleur als boven. Waardoor je het gevoel van dat hotelachtige beneden ook helemaal tegenkwam. De studiehoek is vaak toch het ondergeschoven kindje van het interieur. In Rotterdam zie je dat dat echt niet nodig is. Je kunt ook daar een statement maken met kleur of een enorme blow-up op de muur.